Tweede Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg is geëmotioneerd weggelopen uit een debat. Het gebeurde nadat CDA-leider Buma haar ervan beschuldigde het overleg in een bepaalde richting te sturen. De Kamer vergadert over een datum voor het debat met staatssecretaris Wekers van Financiën over de belastingfraude door Bulgaren. Volgens CDA-leider Buma is Van Miltenburg daarbij op de hand van de coalitie. Meneer Buma. Ja, dat ben ik. En waarom ik toch naar de microfoon op, als u dat goed vindt, is omdat ik vind dat u erg sterk sturend in een bepaalde richting hier een debat probeert door te laten gaan. Van Miltenburg raakt duidelijk van slag. Ik voel me eigenlijk een beetje onheus bejegend. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik heb gestuurd, dan bied ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. De voorzitter verlaat de Kamer. Als ze na een paar minuten terugkeert, kan de vergadering worden voortgezet.